Ik ben een beetje nerveus, want dit is de eerste keer dat ik echt een vlog ga maken. Maar voor een goede reden, want het is vandaag 5 mei 2020. Over 6 dagen, op 11 mei 2020, word ik 21. En dat wilde ik natuurlijk dit jaar heel groot, leuk vieren. Met een diner en vrienden uitnodigen en familie. Had ik ook allemaal al gepland. Maar zoals iedereen wel weet, kan dat door omstandigheden natuurlijk niet doorgaan. Dus ik dacht, ik doe het anders. Maar om het alsnog memorabel te maken, wil ik het sowieso graag filmen. En heb ik besloten om een verjaarweek te organiseren in plaats van een verjaardag. Heb ik eigenlijk altijd al eens gewild. Dus nu was het de uitgelegen kans om het een keertje te proberen. Morgen op 6 mei start mijn verjaarweek. Maar vandaag ga ik wel wat voorbereidingen doen. Ik heb wat versiering gekocht. Ik ga alvast koken. Ja, dus dat eigenlijk. Ik heb geen make-up op, zoals jullie zien. Maar dat is niet erg. Ik ga toch alleen maar boodschappen doen vandaag. Dus morgen begint mijn verjaarweek met een diner. Waarbij 3 mensen op bezoek komen op 1,5 meter afstand. Dus dan ga ik morgen voor het diner zelf even boodschappen doen en koken. En ik ga vandaag dan alvast de tiramisu maken, het toetje. Want dat is altijd lekkerder als je dat een dag van tevoren maakt. Dan is er donderdag een filmavond waarbij 2 vriendinnen langskomen. De droger is klaar. En dan vrijdag een wijnavond waarbij 3 vriendinnen langskomen. Zaterdag een spelletjesavond. En dan zondag een chill dag. En dan ben ik maandag echt jarig. En als het goed is, komt mama naar Nederland. Want voor degene die het niet weet, mijn ouders wonen in Frankrijk. Dus die heb ik sinds kerst al niet meer gezien. Dus dat zou toch wel echt super leuk zijn als dat doorgaat. Dus mama komt als het goed is zondag. Moederdag, dus dan moet ik ook nog wel een cadeautje verhalen. Moet ik niet vergeten. En dan ga ik maandag met mama mijn verjaardag vieren. Op raambezoek bij oma. Misschien plantjes kopen voor de tuin. Misschien naar de kringloop. En dan heb ik toch wel een hele bijzondere verjaarweek gehad, denk ik. Dus ja, we gaan het zien. De tiramisu is af en die staat al in de koelkast en ik heb al wat wijntjes ingeslagen. Kijk eens, Jo. Kijk, alle versiering die ik heb gekocht. De ballonnen van de Hema. Slinger van de Hema. Een fringe curtain. Gaat Jo leuk vinden. Van de Sastrene Grenen. Vlaggetjes, nog meer vlaggetjes, nog meer vlaggetjes. Een happy birthday slinger. Een garland. En deze zwarte slinger. Dat is een krijtbordslinger. Daar kan iedereen dan wat opschrijven. Zo'n chalk marker gekocht. Als herinnering. Oké, het is misschien niet helemaal sustainable, maar ik kan het wel allemaal hergebruiken. Dus wat dat betreft is dat goed. Nog een beetje wennen aan het vloggen, maar het komt goed. Dus dat ga ik zo meteen even ophangen. Spinnenweb of zo. Eel, er zit al wat een dooien.
vakantietime. En hier het programma. En dan nog meer slingers. Oké. Ja, ziet er wel leuk uit. Of niet dan? Ik vind het ook helemaal leuk. Oh, ja, ik ook. Zo gezellig. Je was er aan het vloggen. Ja, nou, dus wat zijn we vandaag aan het doen? Nou, vandaag hebben we de verjaarweek. Dus de start. Dus, dus met deze, jouw cadeautjes namens de gastakkertjes. Die geen gastakkertjes meer zijn, maar toch gastakkertjes. Oh, cute. Zo lief. Dus, oh, ze wordt heel dit is voor jou. Dit is echt heel leuk. Wat voor rechts in huis. Dank. Ook voor jou. Alsjeblieft. Oh, wacht. Oh, maar, ja. Ik moet even het kaartje eruit vissen, anders ziet ze het al. Sorry. Oh, ze heeft het al gezien. Nee, ik heb niet gezien. We hebben het niet ingepakt. Oh, ik heb het niet gezien. Oh, het zit in de tas ingepakt. Oh, cheers. Zo lief zie je eruit. Lieve Susan, gefeliciteerd met je 21ste verjaardag. Wat een leeftijd. Dat verdienen we een hele week vol feestjes. Dus we proosten vandaag op jou. Dikke, dikke coronacus Iris. Zo schattig. Mijn eerste verjaardagskaart. Yay! Die kun je dan ook op die... Die gaat op de muur sowieso, of op de schaal. Alsjeblieft. Ik vind het heel spannend. Het is niet ingepakt. Oh, de boek waarvan ik zei tegen jou dat ik die wilde. Confetti. Oh, leuk. Superleuk. Ja? Ja. Goed zo. Goed cadeau. Ja, ik wist niet eens dat ik die wilde toen ik hem zag. Ja, ik had op de Wereld Draait Door deze man gezien. Oh, dat wil ik net zeggen. Daar ken ik hem wel van. Wat doe je? Bomen snijden. Kopsalade maken. Dat is richting. De eerste uitbraakfase van het virus ligt aan mensen in de zorg die in deze fase... Zoveel. Dus om de avond te openen. Ga ik deze doen. Wil je nog speechen? Speechen? Ja, nee, speechen. Oh! Ik had het echt. Oh, ik zeg hem goed. Ja. Sorry, joh. Shit. Ik had het niet. Wil je nog speechen? Speechen? Ja, nee, speechen. Amaretto. Nog eens. Je mag gewoon zeggen wat hij zegt, toch? Ja. Ik weet niet wat hij zegt. Ben ik klaar voor? Ben ik klaar voor? Geen idee. Hij is geel. Ja. Shit, ik was niet aan het filmen. Oh, hij doet het niet. Oh, jawel. Nou goed. Je zei van ja, de cadeaubonnen liever niet of zo. Ik zei, ik doe niet aan cadeaubonnen. Oké, okay, ja, dus, dat sta je dan. Dus ja, wat moet ik dan voor dat mens halen? Oh, dat, hè? Nee, ja, weet ik niet. Nee, dat wil ik echt niet. Ik zweer dat ik wil dat er een rot in het topje komt. Hij gaat gewoon liggen, jongen. Is toch gezellig? Ja, is wel gezellig, maar hij heeft wel van lange nagels. Girl, I love you. Girl, I love you. Ja, die stapel. En dan pak ik deze van de stapel. 8. En dan moet ik deze omdraaien. Ja. Nou. 9. Oh, hij heeft een flow. Ja, dan ga ik die omdraaien.
Kijk. Kijk hoor. En dan die elf heb je ook liggen. Ja, Johan, draaien. Straks zit er een elf onder. Oh, ja, kan. Nou. Jeetje, kan deze weg. Opa en oma zijn net weg. Superleuk plantje van hun gekregen. En nog een krukje, zou ik zo even laten zien. En ik heb twee nieuwe kaarten gekregen. Ik word er zo blij van kaarten. Ik krijg mijn status tot nu toe. Hé, daar komt iemand. Wie is dat nou, Joey? Wacht, Joey! Oh, terug. Blauw. Grote internetprovider van Nederland. Sico? Please drop it out of your hand. Wat zijn we aan het doen vandaag? Helemaal niks. Kaart planeren. Oh ja, verjaardag! Ja. Birthday week, yay! Kijk gezellig. Yay! Oké, okay, so we got 13. Now, you need to score 5 points. This is one, this is three. Also going to the concert, but they are like really anti this shit. Nee. Nou, we zijn lekker aan het kopen. Ja, zo gezellig. Zo gezellig. Lekker jetje. Oeh, ik heb een grote zaal. Kijk nou wat gezelligheid. Must be coming on. I'm yours. Was also tempted to say. Voor vrolijk leven. Happy 20. Hey, Ik zeg, waar dan naar mijn oma en tante? Maar ik wil dat niet. Maar dat kon niet. Dat kan niet. Nee, kom binnen. Oh, wat lief. Nou, hoi. Hoi. Gefeliciteerd. Oh, wat lief. Hey. Oh, kijk, wat lief. Bedankt, kom maar. Hallo. Hallo. Proost, hè? Ah, ja. Oh, kijk nou. Oh. Nee, dat trek ik weer aan. Ja. Mama! Kijk, in de korte termijn is het allemaal wel prima en loopt alles door. Maar ja. Ondertussen worden Wat heb jij met Ilse afgesproken, Guus en Lijan? Helemaal niks? Mama is niet hier. Nou ja. Maar mijn brouwen zijn ook eng hoor. Kijk even naar die van jou.
Jongens, doe even zwaaien. Zwaaien, jongens. Hoi. Nou, we gaan poep smeren. Want, ik vind het lekker, joh. Oh, het is warm. Dat is wel lekker. Ja, lekker. Warm ook. Nee, het is helemaal mis. Proost, hè?